is een manier om achterlijke openingspercentages te krijgen op je marketing-e-mails. En het is ook nog makkelijker om die mails te schrijven. Een klant van mij schrijft er bijvoorbeeld even een op zijn telefoon tijdens het kijken van Champions League. Luister maar naar deze aflevering. Toen ik 18 was, had ik rijles in Breda in een rode Ford Orion diesel. En mijn rijinstructeur die heette Ruud en Ruud had een walrus snor waar hij 's morgens altijd puntjes aan draaide. En er hing een lucht in die wagen alsof die check aan het roken was. Maar dat was zelfs in de jaren 80 al not done. En daarom stond hij altijd naast de auto te paffen als ik instapte. En hij wreef dan zijn peuk uit onze schoen en die lucht nam hij mee de auto in. Als ik tijdens het lessen stond te aarzelen op een drukke kruising om een auto ertussen te gooien en ik wachtte even te lang, dan zei Ruud in het Breda's, had gekunnen. Oftewel, had gekund. Als de rijschool van Ruud iets aan e-mailmarketing doet nu, dan kun je er vergif op innemen dat ze geen nieuwsbrieven sturen waarin ze Breda's praten. Want dat kunnen niet maken. En toch is er een ondernemer in de buurt van Breda die precies dat doet. En die ondernemer heet Frank. En hij doet e-mailmarketing met af en toe een sappige dialectuitdrukking ertussendoor. Bijvoorbeeld, hij stuurde laatst e-mails met de titels Ken je num? En nog een paar uurtjes. Hij zit niet in de carnavalbusiness, hij zit in een serieuze business. Want hij heeft een groothandel in cosmetica en daarnaast geeft hij trainingen aan schoonheidsspecialisten. Maar hij vertelde dat zijn e-mails achterlijke openingspercentages hebben sinds hij op deze manier schrijft. Terwijl het hem nauwelijks tijd kost om zijn nieuwsbrieven te schrijven. Hij typt ze bijvoorbeeld even tussendoor op zijn telefoon als hij naar de Champions League zit te kijken. En het soort e-mailmarketing waar Frank mee bezig is, wordt ook wel infotainment genoemd. En in de meeste branches verklaren de zogenaamde experts je voor gek als je zo schrijft. Ook zijn eigen compagnon verklaarde hem zelfs zo gek. Die vond het echt een slecht idee dat Frank 3 keer per week zulke e-mails begon te sturen naar hun klanten. Totdat ze de resultaten ervan zag en hun openingspercentages tot 79%. In een online training vertel ik binnenkort meer over infotaining e-mails schrijven. En je kunt daar gratis bij zijn. Maar het aantal plaatsen is wel beperkt, dus meld je alleen aan als je 2 uur de tijd hebt, want zo lang duurt het seminar. En meld je ook alleen aan als je bereid bent om tegen de adviezen in te gaan van marketing experts in jouw markt. Mijn online training die heet Easy Money met infotaining e-mails. En de link om je aan te melden is www.seminars.gratis. Dus www.seminars.gratis. Houdoekes!